Goedenavond en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is maandag 7 oktober en het is al 9:10. Ik dacht ik maak even een nieuwe intro. Nou, jullie hebben hem als het goed is al gezien. Ik vind hem heel tof geworden. Maar het had nogal wat voeten in de aarde, want ik wilde mijn kenteken geblurd hebben. Dat doe je niet even zomaar bij het editen. Maar het is gelukt volgens mij. Ook de week 1 van de 30 dagen challenge staat nu te renderen. En dus dat is ook gelukt. Dat vind ik ook fijn. En nu ga ik dag 7 opnemen van de challenge. En dat is denk ik ook het laatste wat ik vandaag ga doen. Dus ik pak jullie er zo nog wel even bij. Zo. Hè? Video is opgenomen nu. Ik ben echt blij. Het is zo goed gelukt. Ben ik echt trots op. Dus als je wil zien hoe het eindresultaat is geworden, moet je even naar de tweede bullet journal video kijken. De eerste moet nu nog online, dus dat ga ik nu doen. Oh, ik moet ook nog een tump maken. En ik moet mijn brood nog maken. En ik moet nog gaan slapen. Ik ga gauw. Tot morgen. Goedemorgen, het is woensdag. Ik heb gisteren even niet gevlogd, want ja, er was niet zoveel te vloggen. En dinsdag is altijd een beetje standaard werken en kaarten. En de vlog maken, dat laatste heb ik niet gedaan. Dat ga ik nu eigenlijk even doen. Maar ik was dus vanochtend om 9:00 bij pa en ma. Papa was er niet, die is nog steeds bij Laura bezig, want Timmy is er vandaag. Dus ik dacht, ik ga even een bakje doen en dan kom ik terug en dan is het 9:30 en dan kan ik de vlog openen. Het is nu 10:30, want we zijn even naar de Wibra geweest. Ik had hele leuke spiegeltjes gezien in het krantje, maar die waren uitverkocht, dus dat is jammer. Maar goed, toen zijn we even naar het dorp geweest, maar Timmy heeft heen gelopen, terug wel in de wagen. Maar dat duurt dan even, hè, met zo'n kleine hummel, maar het was heel erg gezellig, was leuk. Dus nu ga ik even kijken hoe laat mijn pakje aankomt, want ik heb 2 jassen besteld die ik graag even wil passen. Ik moet bullet journalen, ik moet de vlog maken, ik heb zangles, dus genoeg te doen vandaag. Zo, de vlog staat te renderen. Dat vind ik nou eigenlijk het leukste aan een vlog editen. Dat je ja, gewoon weer herbeleeft wat je dan gedaan hebt. Dat is echt wel, ik vind dat echt een meerwaarde van vloggen. Dat je gewoon veel bewuster van wat je meemaakt. Dat vind ik al een heel groot pluspunt. Maar alles wat je meemaakt kan je ook nog, alles de dingen die ik wil delen natuurlijk, kan je ook nog eens terugzien. En dat zijn vaak wel de leukste dingen die je wil filmen. Dus de leukste dingen heb je dan als herinnering op beeld. Ik vind dat echt wel heel erg tof. Ik heb er ook al 5 abonnees bij vandaag. Ik zit ineens op 307. Wat dan? Maar ja, de Bullet Journal Challenge video van Janneke is vanochtend online gekomen. En die schat heeft mij en Ronald, omdat wij meedoen, natuurlijk ook genoemd. Ja, en mensen zijn blijkbaar ook de mijne gaan kijken. Dus, en geabonneerd. Hoe leuk is dat? Dat is echt heel fijn. Dus ik heb je al bedankt, Janneke. En nogmaals bedankt. Want Janneke is vandaag ook nog eens jarig. En dan gaat ze mij allemaal cadeautjes geven. Tenminste, ik vind elke abonnee een cadeau. Dus vandaar. Maar als het goed is, gaat zij ook wat ontvangen van mij vandaag. Dat hoop ik tenminste. Want dan, anders is het niet goed gegaan. Het is nu 11:50. Ik heb inmiddels een liedje uitgezocht die ik bij zangles wil gaan zingen. Marco Borsato, kom maar bij mij. Ik vind Marco Borsato sowieso heel erg leuk. Ik vind het leuk om Nederlandstalig te zingen. Dus ik hoop dat goed is. Maar dat zal haast wel. Ik moet daar om 2:00 zijn, dus ik heb nog alle tijd. Ik ga eens even speuren wat ik voor Bullet Journal ga maken vandaag. En eigenlijk ook natuurlijk van gisteren, want dat heb ik gisteren niet meer gedaan. Dus ik ga 2 pagina's maken vandaag en 2 filmpjes daarvan opnemen voor mijn volgende video. Dan heb ik zangles, ik wil nog wat boodschappen doen. Nou, vanmiddag is Kast daar ook, dus dat is ook nog wel even leuk om die even te zien. Sowieso zie ik hem als ik ga eten, denk ik nog wel. En had ik verder, nee, volgens mij had ik verder niks op de planning staan. Dus ik ga even kijken of de Wibra online
iets heeft waar ik die spiegeltjes van kan kopen. Want ik vond ze zo leuk. Ik vond het echt jammer dat ze zijn uitverkocht. Dus dat ga ik ook nog even doen. Ik ging even een pagina voor in mijn bullet journal maken. Nou, dit is een kleine sneak peek. Uren verder. Vergeten te eten heb ik inmiddels wel gedaan. Vergeten de vlog online te zetten is inmiddels aan het doen. Maar ik moet nu naar zangles. En het is nog niet klaar. Zo leuk. Het is echt super, super leuk. Ik ben nu met doodelen en tekenen begonnen. Iets waarvan ik dacht, ja, dat ga ik nooit doen in mijn bullet journal. Want ik kan helemaal niet tekenen. En ik wil niet zeggen dat ik het nu... Nou, ik kan het wel. Het kan het niet perfect, maar ik kan het wel. Ik bedoel, ik zie hier hele toffe dingen voorbij komen. En heb ik zelf gemaakt. Wel met hulp van Pinterest. Van Pinterest is je beste vriend, heb ik ontdekt. Maar ja, ik vind het wel heel erg tof. Dus ga zeker de volgende Bullet Journal video kijken. Want ik ben er best trots op. En nu ga ik gauw naar zangles. Hoi, goedenavond. Ik weet bij God niet meer waar ik nou voor het laatst gefilmd heb. Maar goed, ik zal jullie even een beetje bijpraten. Ik heb niet zo heel veel gevlogd vandaag. Was extra moe door de pillen of zo. Ik heb erg laat ontbeten vanochtend en ik denk dat het een beetje daaraan ligt. Maar nou ja, ik heb een hele leuke dag gehad. Ik was om 9 uur bij Pama. Of papa was, nou dat heb ik dus volgens mij verteld. Papa was er niet, mama wel, Timmy was er. Zijn we even naar het dorp gegaan, Timmy gelopen. Nou, dat heb ik volgens mij allemaal verteld, was erg leuk. Vanmiddag zangles gehad, dat is denk ik het laatste dat ik heb gefilmd. Dat ik naar zangles was. Was ook weer fantastisch, erg van genoten. En toen ik terugkwam heb ik de 2 pagina's van mijn bullet journal opgenomen. Ook heel leuk. En als je niet uitkijkt, joh, dan zit je zomaar uren te klooien in zo'n boekje. Wat natuurlijk heel leuk is, maar... Tijd gaat dan wel hard. En nu is het 9:30 en is zo de televisiering. Dus daar ga ik even een stukje van kijken. Niet de hele avond, denk ik. Ik ben wel benieuwd wie er wint. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk heel graag Chateau Meiland. Dus ik zou het ontzettend gunnen. Maar ik had het er vanmiddag met papa over. Papa zei het al. Wij hopen eigenlijk stiekem dat de beste zangers wint. Want dat is toch ook wel een erg tof programma. Dus dat, ja, we gaan het zien. En Expeditie Robinson mag voor mij ook winnen, vind ik ook goed. Dus eigenlijk maakt het me niet zoveel uit wie er wint. Ik vind alle drie zo moeilijk, hè, praat. Ik vind alle drie tof. Dus ik ga nog even een beetje klooien en een beetje kijken. En dan zie ik jullie straks nog wel even. Hey, hallo. Het is donderdag vandaag. 10 oktober. Gisteren niet meer gevlogd. Ik was een beetje moe gisteren. En ik had niet zo zin om te vloggen en zo. Dus wel weer een pagina opgenomen voor de 30 dagen challenge. En die is ook weer heel leuk geworden. Tenminste leuk. Is flink oefenen hoor, dat handletteren. Maar ik vind het echt heel erg leuk om mee bezig te zijn. Dus ik ben heel blij dat ik dat kan doen. En dat ik dat ben gaan doen. Echt heel fijn. Nu ben ik thuis. Het is 12:15. Ik was vanochtend naar het werk gegaan. En wij zouden vanmiddag een werkbezoek hebben van de directeur. Maar de directeur is ziek. Dus ja, dat kan ook gebeuren. Dus dat werkbezoek ging niet door. En ik had niet zo heel veel te doen. Dus ik heb lekker vrijgenomen. Ik bedoel, als die kans zich voordoet, moet je hem begrijpen, toch? Ik moet vanmiddag wel nog even voor een afspraak weg. Voor mijn werk. Dat kan misschien eventueel naar morgen verzet worden. Dat hoor ik straks. Dus misschien hoeft het niet. Maar in ieder geval... dan moet ik wel nog even de deur uit. Maar dat is niet erg. Ik heb net lekker even gegeten. En ik moet boodschappen doen. Dus dat ga ik nu even doen. En dan laat ik jullie zo wel even zien wat ik gekocht heb. Zo, terug van het boodschappen doen. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Dat zijn aardbeidjes... Van de Westlandse aardbei, blijkbaar doen die nog steeds aan de aardbeien. En ze zijn echt heel erg lekker. Natuurlijk hier in de buurt het Westland. Vandaar mandarijnen, want die worden rond deze tijd steeds lekkerder. Rondom Sinterklaas vind ik ze eigenlijk op het lekkerst. Eitjes. En toen vielen jullie om. Door de eitjes. Komkommer.
koffie van Starbucks voor in de... Is het nou zo of zo? Zo. Koffie van Starbucks dus. Een aantal varianten. Die vind ik lekker voor in het Nespresso apparaat. En makkelijk, want die kan je gewoon in de winkel kopen. Hoef je allemaal niet speciaal naar de Nespresso winkel of online te kopen. Plakken 30 plus kaas voor op brood. Nog meer koffie. Ik heb echt even een voorraadje nodig. Nog meer koffie. Ik had van Zonnatura twee spreadjes gekocht. Eentje tomaat en één paprika. En dat doe ik dan in plaats van boter of margarine op mijn boterham. En dan plak je kaas eroverheen. Erg lekker. En ik vond die van paprika, ik vond de paprika variant het lekkerst. Dus die heb ik opnieuw gekocht. Dan een grote kwark. En wat te drinken. Cola. En... Deze leek me ook heel lekker. Ze hadden hem tot nu toe alleen nog in de frambozen en citroen variant. Dat is spa rood met framboos in dit geval. En gewoon, dat is het huismerk van Hoogvliet. Dat is, vind ik, een heel fijn merk. Dus ik koop veel van het eigen merk, maar niet alles. Deze ronde valt dat eigenlijk heel erg mee, maar... Ja, ik koop toch regelmatig wel wat van gewoon. Ik ga de boodschap even opruimen. Ik ben lekker gedoucht. Heerlijk was dat even. En ik heb mijn handletterpagina voor vandaag gemaakt en gefilmd. Ik zit een beetje nootjes te eten. En wat te drinken. En dan ga ik zo naar bed. Het is pas 8:30. Dus ik ga niet zo naar bed. Maar ik ga vanavond ook niks bijzonders meer doen eigenlijk. Ja, mijn brood even maken straks. Voor morgen. En dan is morgen alweer vrijdag, jongens. Het is niet normaal hoe hard die weken gaan. Ik vind het echt bizar. Maar goed. In ieder geval... Is het morgen weer vrijdag en gaan we nog een dagje werken. Mijn leidinggevende loopt morgen met me mee op de locatie waar ik werk. Die wilde het daar graag even zien. Dus nou, dat kan natuurlijk. Dus dat is wel gezellig. Morgenavond heb ik een etentje. Zaterdag nog niet zoveel gepland. En zondag heb ik echt een onwijs drukke dag. Want dan heb ik eerst de verjaardag van Cas. Dan moet ik naar, en daarna moet ik naar de algemene ledenvergadering van de skivereniging. Maar goed, weet je, dat op zich is het allemaal heel goed achter elkaar gepland. En heb ik tijd zat om van A naar B te komen. Dus dat is het punt niet. Ik ga zo, ik wou zeggen ik ga naar bed, maar dat is helemaal niet waar. Want ik ga nog niet naar bed. Maar ik ga wel niet meer vloggen vanavond. Ik zie jullie morgen. En toen vergat ik helemaal te vloggen. Want ik ben al lang en breed in Amersfoort. Maar ik had even in de auto willen vloggen. Maar ik kon de weg weer niet vinden natuurlijk. Dus ja. Er zijn ook wat bekende personages. Kijk, hier is er één. Daar is er nog één. En voor de rest ook wat nieuwe. En daar zit het middelpunt van de belangstelling deze avond. En we zijn ook al klaar met eten, dus dat kan ik ook al niet meer filmen. We krijgen het nagerecht, hoor. Dus ik kan het toetje filmen, dat wel. Dat zal ik dan nog maar zo even doen. Kunnen we de volgende keer geen video even filmen? Ja. Kan je mij filmen? Ja, dat kan. Ik ben next. Ik ga je ook heel erg missen. Ja. Ik vind het echt heel tof wat je gaat doen. Echt, ik ben zo trots op je. Ja, dankjewel. Echt super tof. En dit is wel onderweg. Okay.
Bier. Nee. Oh my god. Het lijkt me leuk voor in het vliegtuig. Als je nou wilt tukken, kan je tukken. Ivo en ik hebben ook nog iets voor je gekocht. Mocht je het koud krijgen in het vliegtuig, dan past het goed bij je pantoffel. Wij zaten in dezelfde lijn. Zomaar. Ja en nee. Dankjewel. Ik voel me net jappig. Een beter gevoel als het andere, toch? Nee. We maken er gewoon een feestje van. Ik probeerde iets te verzinnen wat niet te veel ruimte innam en wat ook nog wat praktisch was. Oh kijk, heel goed. Wat is dat dan? Een Harry Potter vriendsdeuken. En waarom heb ik die nooit gekregen? Omdat ik dit idee van voorgelegd heb. Heerlijk. Hij vloekt enigszins met het masker. Dat ja, maakt niet uit. Als je een masker op hebt, zie je dat toch niet. Nee, daarom. Ja, nee. Nog iets? Ik wil niet te groot denken. Dankjewel. Ik heb het klaar. Ja, is het niet te groot? Jaren. Is niet zo groot. Ik ben niet eens jaren. Kun je nagaan? Oh, ik krijg het hier. Leuk, dankjewel. Mooi nieuwe huis. Oh ja, dat is ook leuk. Dat is echt leuk. Ga eens aan. Je huffelbuffeltje er weer op. Ja, vind je hem niet lief zo, schatten? Ja, mijn windmuffler. Deborah vindt mijn windmuffler heel schattig en interessant. Dag. Hallo Kees. Kan het niet minder, Kees? Ja, dit is de laatste beelden die ik voorlopig van je kan maken. Dus ja. Dat is nog even. Ja. Dit is die stoere check waar ik jullie over vertelde, jongens. Ze gaat het gewoon doen. En Ingrid nog. Hallo. Succes! Waar gaan we heen? Ja, waar gaan we binnenkort heen? Australië! Ja, jij gaat naar Australië. Mogen we mee? Ja. We mogen mee! Als handbagage. Ja, ik ben een hele leuke handbagage hoor. Ja, ja. Ik voldoen niet helemaal aan de norm van de 10 kilo, maar voor de rest. Details. Nee, met Ingrid ga ik naar de crea doen. Hugo die denkt ik ga even op mijn bek. Nee. Ja. En we zien een paar met skiën. Ja. Yay! Yeah. Yeah. Skiën. Heb je er ook zin in, Kees? Ik heb reuze zin in. Toch? Ja, Australië, leuk. Nee. Dan gaan we skiën. Wat goed. Gaan we skiën in Australië. Nee, ik heb reuze. Ja, toch? Ja. In Marialm. Nou, goed zo. Ik ook. Zo, het is al de volgende ochtend. Ik was gisteravond om 12 uur thuis, dus ik ben gelijk mijn bed ingedoken. Maar wat was dat gezellig, zeg. Lekker gegeten ook. Ik was wel eens bij de beer, want we hebben bij de beren gegeten. En die soort landelijke restaurantketen. En daar was ik vroeger ook wel eens geweest, maar toen kreeg je, dat was echt heel anders. Dat was echt op houten planken kreeg je dan je eten en zo. Ook wel grappig. Maar ze zijn er culinair gezien wel een stuk op vooruit gegaan. Ik heb echt lekker gegeten. En het was natuurlijk ook super gezellig. Marley vond haar cadeautjes heel erg leuk. Ja. En we gaan haar missen. Echt. Ze is nog 6 weken in Nederland. En dan gaat ze de lucht in. Dan gaat ze vliegen. En dan gaat ze in Australië wonen. Goed, hierbij is een eind gekomen aan deze weekvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zo ja, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zou het heel tof vinden als je erbij komt. En dan zie ik jullie weer in een volgende vlog of video. Doei doei!